De Franse chef-kok met een Michelinster, Guillaume Brissard, is in Suriname aangekomen. De chef-kok deelde vanmorgen tijdens een persconferentie zijn ervaringen over Suriname. Hij zal samen met de chef-kok van Marriott, Arnold Desio, participeren aan de vierde editie van de Coupe de France, oftewel wereldwijde viering van de Franse keuken. Het evenement wordt op 21 maart gevierd in bijkans 3000 internationale restaurants. Brissard zegt dat het landschap gelijk opviel en dat de culturele diversiteit duidelijk te merken is. Vergeleken met Europa heeft Suriname heel veel bomen en het weer is warm. De Michelinster chefkok vertelt hoe zijn loopbaan als chef is begonnen. I was very young, 15 years, and I work four years for my student, and after I go to the France, all around France. In the palace, in the big hotel, in the big restaurant, and 1 month in London, and after 10 years, the big hotel, big. I want to become a chef because the late I was a second chef. I was 25 years. I became a chef, and 30 years I have my first start of the mission. De chefkok van Marriott, Arnold Desio, is enthousiast en zegt dat het werken met deze inspirerende chef nieuwe grenzen voor Suriname zal verleggen in het voordeel van onze eigen culinaire wereld. Volgens Desio zal chef Brissard zijn creativiteit en nieuwe inzichten bij het 7-gangenmenu tonen. Ook zal hij de eetervaring van onze gasten zeker verheffen tot een nieuw niveau, zegt Desio. For this, Coupe de France will be something different because what better way to promote France? Is with the French Michelin chef. So it will be a good collaboration between the Suriname and France, promoting France. Arnold Desio, chef-kok bij de Courtyard by Marriott. Hij sprak vanmorgen tijdens een persconferentie over de Coupe de France, een wereldwijde viering van de Franse keuken. Het evenement wordt op 21 maart gevierd in meer dan 3000 restaurants in de wereld. In Suriname zal dat gebeuren met de Franse chefkok Guillaume Brissard. Naast Marriott zullen ook Torarica en Eco Resort meedoen aan de Coupe de France.